Dan gaan we naar de grens tussen Turkije en Griekenland. Volgens de Verenigde Naties zijn er inmiddels 13.000 mensen bij die grens. Mensen die door willen reizen naar Europa. Turkije laat de migranten expres door in een poging de EU onder druk te zetten. Griekenland houdt ze zoveel mogelijk tegen. De meeste mensen hebben zich verzameld in de buurt van de grensplaats Edirne. Op weg naar eindelijk een zonnige toekomst, zo hopen ze. Na een nacht in de vrieskou trekken ze verder. Deze groep is al in Griekenland aanbeland. Her age 5 days. Just we are walking like 10 hours. Hun reis eindigt in het busje van de Griekse grenspolitie. Duizenden anderen zitten vast in niemandsland, want de Grieken proberen de deur naar Europa dicht te houden met traangas. Τα σύνορα φυλάσσονται κατά τρόπο, θα έλεγα, εξαιρετικό. Οι άνθρωποι είναι εδώ, οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί. Er zijn ook vandaag opstootjes aan de grens. Veel migranten verbleven al langer in Turkije en nu willen ze ervoor gaan. I want a proper life and a good future for my kids. If I stay in Turkey, I will have no future. I will be just a refugee. Turkije zegt dat het al 70.000 mensen heeft doorgelaten. Dat gelooft niemand. Maar duidelijk is dat er aan de Europese buitengrens een nieuwe migrantencrisis in de maak is. En in het grensgebied is ook correspondent Olaf Koens. Met een speciale nachtcamera heeft hij vannacht gefilmd hoe de migranten proberen de Evros over te steken. De rivier die de Turks-Griekse grens vormt. De wanhoop onder de mensen is groot. De beelden van Olaf zijn zwart-wit. Diep in de nacht zie je hier overal vluchtelingen. Aan de andere kant van de rivier ligt Griekenland. Met luidsprekers wordt er gewaarschuwd en geschoten. 1, 2, 3, fire! We zijn bang, want we zijn een huis verloren. Als we ook een huis hadden, zouden we hier niet komen. Deze Afghaanse jongeren weten amper waar ze zijn. Het is vragen, proberen, zoeken en dolen. Alleen in de moskee worden mensen opgevangen. Hier is het warm, de lens van de camera beslaat. De kinderen krijsen. De vrouwen huilen. Niemand weet iets. Later in de nacht komen we de Afghanen weer tegen. Ze hebben nu een mensensmokkelaar gevonden. Maar een andere smokkelaar is niet bang. Hij praat vrij uit. Hoeveel? Het hangt ervan af hoeveel die in de tasje hebben. Er is geen specifieke prijs. We kunnen jetzt nicht sagen 100 euro, 200 euro. Manchmal sind es nur 10 euro. Dat is überhaupt kein Thema. Hauptsache, die sind drüben. Tijd is geld, weten de smokkelaars. Wanneer ze af? We müssen los. We müssen die überführen. Oké? Boot wartet. Het cynische is dat deze mensen hier een soort pionnen zijn geworden in een machtsstrijd tussen Turkije en Europa. Ze hebben geen flauw idee wat de toekomst brengt. Ze hebben geen garantie. Ze weten niet wat ze moeten doen. Ze lopen hier doelloos rond. En als ze proberen over te steken, is de kans groot dat ze het niet overleven. De Grieken blijven schreeuwen. Maar het helpt niets. Olaf Koens, RTL Nieuws, Edirne.